Kijk, dit is een cover van mijn boek. Maar hoe maak je nou een cover voor een e-book, voor een digitaal ding? Hoe maak je nou een mooi plaatje dat het ook is alsof het echt een, weet je wel, een boek is? Een 3D e-cover. Daar heb ik drie tools voor je in deze video, waarin ik je uitleg hoe ze werken, wat voor- en nadelen zijn, enzovoort. Laten we gauw gaan kijken. Hoe is dit ontstaan, trouwens? Wij zijn op dit moment met de online trainers Mastermind bezig met een list-building-challenge. Dus we gaan onze e-maillijst opbouwen. En wat gaan we doen? Voor Sinterklaas komt hier een mooie pagina waar we straks al onze e-covers opzetten. En dan gaan we met allen deze cadeautjes weggeven aan ons netwerk. Nou, maar als je het hebt over een e-cover, dan is dat dus zo'n plaatje. Uh, dit is 2D, hè? maar dit plaatje is weer 3D. Het is een digitale weggever. Mensen kunnen dat in ruil voor naam en e-mailadres dan downloaden. Maar ik heb het ook over betaalde producten, zoals deze bijvoorbeeld. Ook dit is een e-cover, een plaatje, die bestaat uit verschillende onderdelen. Nou, hoe maak je dit nou precies? En um, ik, ik denk dat ik nu zo'n bijna tien jaar online onderneem. En het was wel leuk omdat ik een van de tools in ging kijken. Dan zag ik allemaal oude e-covers weer. Die worden daarin opgeslagen. Dus die ga ik zo ook met je delen. Eerst even tool nummer 1. En die is gratis. Tool nummer één is gewoon Canva. Canva is een oude bekende voor de meeste mensen. En als je hier gaat zoeken op e-book omslag foto. Nou, dan krijg je eigenlijk al allerlei voorbeelden. Dit zijn natuurlijk 2D fotootjes. En. Um, als je er eentje uitpakt waarvan je denkt, hé, hey, die is leuk. Zeg, stel dat je deze qua, um, qua lettertype, qua uh, dingen vindt. Dan is het de kwestie natuurlijk van um, uh, een ster is geboren. Huppakee. Gewoon nieuwe tekst aanpassen, misschien een beetje kleiner. Zo, een ander plaatje misschien. Dus er komt hier een ander plaatje. Het is een kwestie van vreubelen natuurlijk. Hier plaatjes uploaden en huppakee. Die kun je hier zo plaatsen. En zo overigens, ja, zijn natuurlijk heel veel functies die je hier in Canva terug kunt, uh, kunt vinden. Um, die je nu gewoon letterlijk in één keer kunt uh, gebruiken. Nou, hier uh, je naam. Hugo Bakker enzovoort. Dus dan heb je een e-cover in 2D. Die kun je downloaden. Um, als het 2D is, hoef je eigenlijk geen PNG. Dat betekent natuurlijk eigenlijk transparant. Um, 2D is plat en kan je dan net zo goed in JPEG downloaden, want dan heb je een kleinere afbeelding. Waarom zou je een kleinere afbeelding moeten hebben? Heel simpel. Um, mensen komen op jouw website en als jouw afbeelding opgeblazen groot is, gaan ze natuurlijk nooit die pagina heel snel makkelijk kunnen laden. En sommige mensen zijn. Als de pagina niet snel laadt, zijn ze ook zo weer weg. Dus de snelheid van je website is superbelangrijk. En daarom wil ik er ook echt op hameren dat je jouw plaatje zo klein mogelijk maakt. Nou, in dit voorbeeld, en je zag het misschien al, kreeg ik dat plaatje wat eronder zit niet helemaal weg. Ah, nu wel. Zo, dus zo, hoe meer plaatjes je hier zet en hoe groter die zijn, des te groter wordt uiteindelijk dit bestand ook. Dus als we deze zouden downloaden, en dan is hij daar heel eventjes mee bezig. En ik, ik zal hem ook even in JPEG uh, downloaden. En dan zal ik hem eventjes vergelijken qua grootte. Dus zo, in JPEG, huppakee. En dan ga ik kijken naar mijn downloadsmapje. En, oh wacht, dan moet ik mijn scherm share even veranderen. Huppakee, deze is 79 kb en deze is 505 kb. Zie je, dus deze JPG is dan veel slimmer om te doen. Nou, en dan kun je dus met Canva. Oh, volgens mij zagen jullie het niet. Nou, goed, je hoort uh, de bestandsgrootte. Met Canva dus prima je e earcoffers maken. Alleen, het is niet 3D. En dat is dan wel weer een beetje jammer. Voor 3D zou ik je aanraden om een van deze twee tools te nemen. Dat is myearcovermaker.com. Of e-coverauthority.com. En ik zal ze beide uit gaan leggen. Dus als je deze uh, neemt, dan kun je via members login kun je een gratis account aanmaken. Er is ook een premium, en dat zal ik straks ook vertellen. Maar als je een gratis account aanmaakt, dan kun je dus al e-covers gaan maken. En dit is nou zo leuk, want ik keek hier even op pagina 3. Mijn allereerste e-covers uit 2020. 11 2012. Dit is mijn allereerste betaalde product... Slimmer met Outlook. Dat is een e-book. En dit was de rugzak voor toptrainers. Hier, je zie dat ik een paar versies had gemaakt. Dat was mijn allereerste videotraining. En je ziet ook dat deze cover... die ligt veel te plat. Dat is niet goed te lezen. Dus ik denk dat ik snel tot die conclusie kwam... van nou, dit moet ik niet doen. En dit is meer een soort van audio, een cd'tjes ding. Dit is meer een dvd-box... En die zou ik ook niet op die manier doen. Dat, is, dat ligt veel te plat. Dit is meer een, een werkboekachtig dingetje. Is wel aardig, maar ik vind hem ook niet helemaal mooi. Um, nou, en zo kom ik eigenlijk ook gewoon op het volgende punt. Want stel dat ik mijn nieuwere die ik hier heb gemaakt. Kijk, sommige zijn gewoon beter. In de loop der tijd zijn ze beter geworden. En later ben ik dus met, uh, met deze tool gaan werken. En zijn ze nog beter geworden. Maar stel dat ik je zou zeggen van, oké. Okay, uh, e-cover maken, wat zie je dan bij My e-cover maker, is dat je 1, 2, 3, 4, 5, 6 gratis templates of, of ontwerpen hebt, en daar kun je uit kiezen. Als je die anders wilt, moet je of 5 dollar per keer betalen, of je wordt lid, en ik zat net eventjes te checken nog, lid is dan voor, nou zeg maar, 15 dollar per maand. Kom ik straks nog even verder op terug. Want stel dat je nou dus zegt van, nou, ik vind, um, ja, eigenlijk vind ik deze is dus niet geschikt. Deze vind ik ook niet zo geschikt. Deze vind ik ook niet zo geschikt. Deze zou nog kunnen. Deze zou ook nog kunnen. Maar liever eigenlijk die betaalders. Maar goed, dat terzijde. Stel dat je een nou begint met gratis. Stel dat je met deze zou beginnen, dan zeg je gewoon hier groene pijltje. Wat voor achtergrondkleur wil je dan hebben? Um, Background en dan kies je een kleur. Hoppakee. En dan ga je naar de volgende stap en dan ga je een tekst intypen. En dat is bijvoorbeeld uh, 66 energizers. En daar had ik natuurlijk eigenlijk ook een andere kleur voor willen hebben. En dat kan ik dan hier natuurlijk zo doen. Kijk, en dan begint het al een beetje op te lijken. Images kan ik hier uploaden. Uh, is al voor je gedaan. Uh, dus trending images. Um, ik pak maar gewoon even eentje voor het idee hoor. Hier kan je uploaden. Kwestie van: ik ga even naar mijn computer om die te uploaden. Hoppakee, krijg ik hier die plaatjes. En dan ben je klaar als je op Finalize klikt. En dan moet hij dat natuurlijk eventjes genereren. En um, dan heb jij je e-cover in 3D. Nou, is dus die even aan het processen. En dan kun je dus hier, erg belangrijk, als je uh, hier bent, dan kun je natuurlijk nog weer terug naar edit, maar hier ga je hem dus zeggen op, ik wil hem transparant hebben. Hè? Dus dan zie je die, um, die, die grijs-witte vlakjes. Dat betekent dus dat je hem echt uh, zo ook op je website kan zetten. Stel dat bijvoorbeeld de achtergrond van je website rood is, dan zie je niet een of de wit vak eromheen of zoiets, maar je ziet gewoon mooi netjes deze laptop. Je kunt dit natuurlijk nog aanpassen, de, de verhoudingen van jouw ding. Stel dat je die kleiner zou maken in size, wordt natuurlijk ook je bestandsgrootte uh, kleiner. Nou, dit past zich aan en dan kun je downloaden. En um, dan heb je download en dan heb jij jouw e-cover, die natuurlijk niet zo heel erg mooi gemaakt is. Ik heb het natuurlijk zomaar eventjes snel uh, ge, ja, het samengesteld. En um, als ik hem nu open. Is die. Zo, ik had hem hier moeten doen. Download. Ik had hem per nu 2D aangeklikt en dan gaat hij hem ook 2D aan, uh, downloaden. Zo is hij nu geworden. Moet even. Zo is hij nu geworden. Dus dat is allemaal hartstikke leuk om heel lang mee te freubelen, natuurlijk. Uh, maar My e Maker is een uitstekende tool om dit mee, uh, mee te doen. Overigens, waarom werk ik niet meer met My e Maker? Dat is om de simpele reden dat uh, E-Cover Authority, het ziet er hetzelfde uit, maar die heeft gewoon een paar handigheidjes. Het eerste handigheidje is het volgende: dat noem je de Packager. Laat ik eerst eens dus naar mijn nieuwste e-covers kijken, die er nu gewoon wat beter uitzien. Dan vroeger. Dus bijvoorbeeld, dit is echt een box. Een box is veel meer van: oké, okay, um, wat zit er allemaal in? Het is niet zomaar een boekje, het is een heel pakket. Nou, dus wat, wat, wat meer, uh, hoe heet dat? Als het afsteekt, zwart en wit, dan is het duidelijker te zien. Um, hier heb ik, even kijken, volgende pagina, ik zoek even een ander voorbeeld. Nou, deze bijvoorbeeld gemaakt. Ook bam, lekker grote letters. Afstekend rood met wit. Maar wat je eigenlijk wil laten zien is dit: dat is een package. Of deze, dit is een package. Wat bedoel ik daarmee? Het is een combinatie van een aantal e-covers, en die maak je met de zogenaamde packager. En dat zit dus niet in die andere tool die heet My Ecover Maker. Daar kun je geen package mee maken. Het voordeel van zo'n package is dit. En dus je ziet echt een verschil. Als ik bijvoorbeeld een aanbieding doe voor het product. Hé, hey, het is toevallig hetzelfde product. Dan geeft dat veel meer gevoel alsof het wow, dat is een heel pakket. Daar zit heel wat in. Ja, klopt. En dan, kijk, die losse dingen moet je toch maken. Want dit zit in het pakket. 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 Dit, dit, dit. Enzovoort. En uiteindelijk komt dit er dus uit. Hoe werkt dat? Stel dat ik een nieuwe package zou willen maken. Dan zeg je uh, insert e-cover. En dan gaat hij dus zeggen van welke van degenen die je al gemaakt hebt, wil je hierbij zetten? Let op, dit is een trucje. Shift en dan zo. Dan maak je hem kleiner. En dan kan je hem verslepen. Insert e-cover. Uh, deze. Hoppakee. En door shift en een beetje kleiner. En dan kunnen we natuurlijk ook nog um, de, de positie bepalen. Welke moeten voor, welke moeten achter. Dat kan hier dan mee, zie je wel. Dus op deze manier kan ik een prachtige package gaan maken. Nog eentje erbij. Huppakee, die krijg je ook. Zo, kleiner maken. Zo, en zo kan ik download van mijn package gaan maken. En dit is een functie die dus niet in die andere tool zit. En bovendien, als je naar de sales page van uh, e-cover authority kijkt, dan zie je dus ook dat je voor 47 dollar in één keer klaar bent. Het is lifetime. Terwijl dit is of je betaalt 5 dollar per plaatje wat je gemaakt hebt, of je betaalt uh, 15 dollar. Per maand. Dus dan zou ik sowieso zeggen: is dit gewoon een veel betere deal? Heb je voor de rest van je leven? Kun je prachtige e-covers maken? En hier zijn allerlei voorbeelden van uh, plaatjes die zij zelf al eerder hebben gemaakt. Nou, dat wilde ik met jou delen over het maken van e-covers. En die investering in die tool is het echt meer dan waard want er staat hier converterende e-coffers betekent dus dat de conversie hoger is met andere woorden meer mensen gaan kopen als je zo'n mooi plaatje hebt dus ik wens je heel veel plezier bij het in elkaar freubelen van jouw e-coffers of zelfs jouw package veel succes